Goedemorgen, meneer Stelpstra. U maakt van de energieopgave een spelletje. Komen we daar een stap verder mee? Nou, we maken er niet echt een spelletje van. Maar we vinden dat de energieopgave echt goed moet doordringen in de samenleving. En daar hebben we een spel voor gemaakt, wat we kunnen gebruiken om die discussie op gang te brengen. Het thema van vandaag is energie komt uit de provincie. Hoeveel energie komt er eigenlijk uit Drenthe? Nou, Drenthe bruist natuurlijk. En wij zijn heel erg innovatief als het gaat om energie. We zijn bezig met waterstof, met allemaal nieuwe ontwikkelingen, ook over het netwerk. Dus in Drenthe gebeurt echt heel veel op dat gebied. Regie op energietransitie hoort in de regio. Waarom bepleiten jullie dat? We hebben gezien dat het heel erg fout kan gaan als je alles van bovenaf doet. Dus we willen echt van onderop, samen met onze inwoners, de hele energietransitie handen en voeten geven. En waar kan dat het beste dan in de regio?